Jasper Dievenbach, aanvoerder van Oranje. Jullie sluiten af met een 3-1 zege op Turkije. Je wordt derde in deze Final Four. Wat is de conclusie van jou na dit weekend? In het begin van de World League hebben we gezegd dat het al mooi zou zijn als we hier zouden staan. We hebben natuurlijk een jonge groep met veel onervaren gasten. Daan, Wouter, allemaal jongens die nog nooit op dit niveau gespeeld hadden. Dus voor dit weekend was ik tevreden met wat we bereikt hadden. Ik vond dat we gisteren onszelf hadden moeten belonen eigenlijk voor een goede World League. En ik ben trots op wat we vandaag kunnen neerzetten na een late wedstrijd gisteren, dat we toch kunnen herstellen en toch weer dat gevecht aan kunnen gaan. En met goede wissels, ja, daar ben ik wel trots op. De wil om te winnen was vandaag heel groot, zo leek het. Wat hebben jullie na de wedstrijd van gisteren als groep tegen elkaar gezegd? Ja, weet je, het gaat dan om karakter tonen als team. Wie zijn we als team? Wat willen we als team? Willen we ervoor vechten of laten we ons kop hangen? En we hebben gewoon gezegd, kop omhoog. We gaan hier karakter tonen voor onszelf, voor elkaar. Laten zien aan de buitenwereld wie we zijn. En dan zie je dat je nog een eind kan komen in zo'n wedstrijd. Jullie verloren in de poolfase van Turkije. Vandaag versla je ze met 3-1. Straks in september komen er twee hele belangrijke wedstrijden aan voor de EK-kwalificatie. Hoe staan jullie erop tegen deze ploeg? Ja, we zijn gewaagd aan ze. Hè. Dat zie je vandaag. Dat zie je, we verloren 3-0 in Portugal, in Turkije. Maar dat was ook een close wedstrijd. We zullen hard moeten werken weer vanaf begin augustus om daar zo scherp mogelijk te staan. Het wordt geen makkie. Maar goed, ik heb wel geloof dat we van die gasten kunnen winnen. Hoe is de sfeer in de groep? Want het ziet er wel uit als een team, hè? Ja, het is genieten. Het is echt, we zijn 3 weken met elkaar op pad geweest. Echt alleen maar op reis. Dat hadden we nog nooit gedaan, zo'n lange periode. En er is niks voorgevallen. We zijn gewoon een goede groep gasten bij elkaar die elkaar wel aanspreken op wat er moet gebeuren in het veld. Maar buiten het veld kunnen we gewoon goed met elkaar opschieten. En we hebben veel respect voor elkaar, we hebben veel voor elkaar over. We willen elke training hard werken. En dat zie je denk ik ook terug in het veld. Dankjewel Jasper, op naar fase 2 van het seizoen. Yes, dankjewel.